weer een nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog voor je. En dat is een shoplog van 3 winkels. Ik ben namelijk naar de Action geweest, naar de Hema en naar de Xenos. En ik heb eigenlijk vrij veel winterspulletjes gekocht. En in eerste instantie had ik zoiets van, nou, het is allemaal te weinig om daar eigenlijk een shoplog van op te nemen. En toen dacht ik eigenlijk van de week, ja, maar als ik het nou gewoon lekker bij elkaar doe, hebben we een leuke shoplog, kan ik alles laten zien. Alleen toen had ik wel al een paar van de bonnetjes weggegooid, of eigenlijk alle bonnetjes. Dus ik weet niet meer precies wat het kost. Als je ergens een vraag over hebt, vraag het dan gewoon in de comments. Misschien dat ik het nog weet of dat ik het nog even kan uitzoeken. Maar ik weet gewoon zeker dat ik niet van alles meer de prijzen terug kan vinden. Dus mocht je nou echt iets willen weten, vraag het dan eventjes in de comments. En misschien dat ik er nog ergens via achter kan komen. Maar goed, ik ben dus zowel bij de Action, Xenos als bij de Hema geweest. En ik ga je vandaag mijn spulletjes weer laten zien. Dus laten we beginnen. Ik begin even met mijn spulletjes van de Hema. Dat zijn er maar een paar namelijk. En dat is onder andere deze super schattige cactus USB stick. Het is dus echt gewoon een heel klein cactusje in een potje eigenlijk. En er zit een hoeveel geheugen is het? 8 gig. Dus nou, daar kan je er best wel wat op doen. En hij was nu afgeprijsd. Daar staat overigens de prijs op, vandaar dat ik het nog weet. Van 7,50 volgens mij of 8,50 naar 5 euro. En ik dacht, ja, het is altijd handig om een USB-stick te hebben. En hoe schattig is die? Dus ik kon hem echt niet laten liggen. En dan iets wat heel veel mensen tegenwoordig doen. Ik zag het al een aantal keer voorbij komen. En normaal gesproken maak ik elk jaar aan het einde van het jaar, of eigenlijk aan het begin van het nieuwe jaar, een fotoboek. En nou zag ik iedereen een smashboek maken. Nou echt, ik heb onder een steen geleefd. Want eigenlijk pas sinds 2 weken weet ik wat een smashboek is. En ik vind het helemaal geweldig. Dus ik was op zoek naar een goed boek om een smashboek van te maken. En die kwam ik tegen bij de Hema. Dit is een foto scrapbook. En dat houdt eigenlijk in dat er gewoon normale... Nee. Ik zie nu pas dat alle papiertjes een andere kleur hebben. Goed, vind ik niet erg, zolang er maar geen lijntjes op staan. En dat is volgens mij niet het geval. Ik vind dat gekleurde eigenlijk wel leuk. Maar het is dus een vrij groot boek. Met gewoon even pagina's erin. En dan zo'n kartonnen voor een achterkant waar je dus zelf nog wat op kan maken. En ik ga hiervan proberen een smashboek te maken. Ik weet voor mezelf dat ik ergens heel overtuigend mee kan beginnen. En dan een beetje bepaaltje maken niet af. Maar ik ga hier echt mijn best voor doen, want ik vind het wel heel erg leuk. Dus als je nog tips hebt of iets dergelijks, laat me het dan weten. Want ik wil hier echt wel iets leuks van maken. En voor mijn smashboek moest ik ook wat kleurtjes hebben. Dus ik heb allerlei writing pens gekocht. In allerlei verschillende kleurtjes. Lekkere vrolijke kleurtjes. En ja, gewoon een beetje grijs, bruin, blauw en groen. En dan heb ik gewoon leuke kleurtjes om een beetje mee te kleuren, te schrijven en noem maar op. Die had ik eigenlijk niet meer of ze waren uitgedroogd. Dus ik denk, die neem ik mee. En hier staat ook geen prijsje meer op. Sorry guys. En dat was alweer wat ik bij de Hema heb gekocht. Dan ga ik nu eventjes over naar de Action. En ik begin even met wat knutselspulletjes eigenlijk. Ik heb van die tags gekocht. Hier staat gewoon op with love, to en from. Dus dan kan je er zelf opschrijven van wie ze komen en voor wie ze zijn. En ik vond deze wel heel schattig. Een beetje zacht groen, geelachtig. Met touwtjes erbij. Dus dan kan je ze bijvoorbeeld aan een cadeautje doen of iets dergelijks. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk staan. En ik heb ook nog een aantal, eigenlijk zeg maar 3 zakjes met organza zakjes gekocht. En dat zijn gewoon van die soort van doorzichtige, stoffige zakjes waar je dan een nagellakje of een sieraad of iets heel mooi in kan doen. Ik vind dat altijd wel mooi staan als ik iemand iets geef, dat ik het dan een beetje mooi kan verpakken. In plaats van dat ik het een soort van in verkreukeld cadeaupapier geef, dan vind ik dit mooier staan. Dus ik dacht, nou, die neem ik ook gelijk mee. Dan kwam ik nog andere tags tegen. En dit zijn gewoon van die kartonnen labeltjes, dus daar kan je zelf wat opschrijven. En dat vind ik dan ook wel handig, want dan kan je bijvoorbeeld zelf Happy Birthday of Merry Christmas of iets dergelijks opzetten. Ik vond het gewoon wel handig. En ja, wat ik zei net al met die andere tags, ik vind dat gewoon heel erg leuk staan. Dus ik had ziet, deze komen zeker ook van pas. Dan is Sinterklaas natuurlijk net geweest. En voor mij is dat dan het teken dat ik mijn huis weer een beetje winter- en kerstachtig wil maken. Alleen ik heb nog niet zo heel erg veel kerstballetjes. En wij gaan ook geen kerstboom opzetten. Want we hebben 2 katten. En ik weet gewoon zeker dat zeker 1 van de 2 in die kerstboom gaat springen. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik was een beetje op zoek naar andere ideetjes om mijn kerstballen mee te gaan of voor te gebruiken. Die heb ik gevonden. Dus ik kocht gelijk van die super schattige miniatuur kerstballetjes bij de Action. En deze hebben ze dus in allerlei verschillende kleuren. Maar ik vond dit setje zo bij elkaar wel heel erg leuk staan. Want die wil ik dan in een vaas gaan doen. Op zich
is een vaas natuurlijk ook hartstikke kwetsbaar, maar op de een of andere manier blijven mijn katten wel gewoon van een vaas af. Dus ik had zoiets, dan doe ik deze gewoon in een leuke vaas. Dan moet je daar natuurlijk wel een leuke vaas voor hebben. En op zich heb ik wel vazen, maar niet een vaas die ik daarvoor wilde gaan gebruiken. Dus die heb ik ook nog even gekocht. En dat is deze geworden. Het is volgens mij officieel geen vaas, maar een bokaal. Ik weet niet of ik het goed zeg. Het is dus een soort van super size wijnglas of zo. Ik vind hem wel heel cool en ik vind sowieso ronde vormen in glazen of vazen vind ik heel erg mooi. En ik kwam deze ook tegen bij de Action volgens mij voor 2 of 3 euro. Dus ik had echt zoiets van, nou je ziet het, hij is eigenlijk zo groot als mijn hoofd. En ja, daar ga ik dan al die kerstballetjes in doen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Je komt zo ook nog allemaal andere winterdecoraties tegen. Als je nou zegt, ik vind het leuk dat je het opneemt, hoe je dat in het huis gaat gebruiken. Niet dat ik daar een superster in ben of zo. Maar als je dat leuk vindt, laat het even weten. Want dan kan ik daar altijd een filmpje over maken. En ik had al een aantal filmpjes bekeken van mensen die met een smashbook bezig waren. En die gebruikten dan van die supermooie achtergronden en zo. En dan dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus ik kwam bij de Action een paar boekjes met van die achtergronden tegen. En ik heb ze in 2 verschillende kleurtjes. In het paars en in het blauw. En de paarse is, er staat allemaal een type op. Oh, dit is Vintage Notes. Even kijken of je dat een beetje kan laten zien. Hier staan dus allemaal van die, ja, zachtere kleuren in, zeg maar. Paars en geel, oh, grijs ook. Maar allemaal een beetje van die vintage printjes erop. En dit zijn de Frozen Colors, dus dat moet als het goed is dan wat minder zacht zijn, wat kouder, zeg maar. Nou, dat zie je ook wel. Het is vrij veel blauw. En dan ook wel wat grijs. Ik vind die kleurtjes wel mooi. En toen dacht ik, nou, die neem ik dan mooi mee voor dadelijk te gebruiken in mijn smashbook. Oh jongens, ik heb er zoveel voor gekocht al. Als ik dit niet ga doen, is dat echt één grote flater. Maar goed, dat gaan we dan nog wel zien. En dat was eigenlijk alweer alles wat ik bij de Action heb gekocht. Dus ga ik nu eventjes door naar de spulletjes van de Xenos. En dan begin ik echt met iets superleuks. Voor de mensen die me al wat langer volgen, die weten dat ik ook wel eens bonbonnetjes maak. En voor bonbonnetjes heb je van die siliconen malletjes nodig. En dan kom ik deze tegen. Ik hoop dat je het een beetje ziet op camera. Maar het zijn dus allemaal emoticons of smileys eigenlijk. Eentje die huilt. Eentje die zo met zo'n traantje hier dat hij teleurgesteld is. Eentje die zo doet. Eentje die lacht. Eentje die verliefd is. Nou echt geweldig. Ik vond deze zo verschrikkelijk leuk. En ik had eigenlijk gehoopt van nou, als ze er dan meer hebben dan ook meer emoticons. Dat was helaas niet het geval. Dat was niet bij die van mij. Maar ik vond deze zo leuk dat ik dacht, ja, die kan ik echt niet laten liggen. Kan je je voorstellen dat je de chocolaatjes krijgt in dit soort figuurtjes. Dat is super leuk. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan kocht ik ook nog een aantal kerstballen. Zoals ik net al zei, we hebben er niet zoveel. En deze wil ik dan ook gaan gebruiken in een soort van glas. Of misschien wel in een slinger, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat zijn dus deze. En het is allemaal een beetje rosé, goud, bronsachtig en de bovenste zijn dan glanzend en de onderste die zijn dan bedekt met glitters. Dus die kan je leuk gebruiken en dan bijvoorbeeld in combinatie met witte ballen vind ik dat hartstikke mooi. Dus ik moet nog eventjes kijken hoe of ik die ga gebruiken. Maar daar kom ik wel achter gaandeweg wat ik nog voor plekje over heb of iets, daar verzin ik dan wel wat leuks op. En ik vond dit wel een heel mooi setje. Een kruik of ik zet mijn bed. Ik heb zo'n elektrische warmtedeken. Die zet ik dan aan omdat ik het gewoon heel snel koud heb. Alleen op de bank heb ik dat natuurlijk niet. En daar kwam ik bij de Xenos dit hart tegen. En dat is zo'n, het staat er in het Duits op. Oh, een cherry pit. Dus een kersenpit kussen. En deze is in een hartje. En met een geruit patroontje of met een breid patroontje zeg maar. Ik vond hem echt waanzinnig gaaf en dan lekker gewoon hem vasthouden als die warm is op de bank met een kleedje en thee, warm chocolademelk. Ik vind dat echt heerlijk. Hier staat overigens een prijsje op en deze was €5,99. Ik pak eventjes de tas bij me, dus ik weet niet of het een beetje gaat kraken. Maar ik heb namelijk, wat ik net al zei, een aantal dingetjes voor de kerst nog gekocht. Of ter decoratie eigenlijk. Het zijn allemaal kleine dingetjes, dus ik hou hem eventjes bij me. Maar waaronder dit super schattige egeltje. Dit is dus echt een heel zacht egeltje. Wat natuurlijk heel stom is, want een egel is niet zacht. Maar goed, ik vond hem er ook heel zacht en schattig uitzien. Dat was mijn telefoon. En wat ik zei, ik vind hem dus heel zacht en schattig uitzien. En deze gaat gewoon zeker een leuk plekje krijgen bij ons in het huis.
Dan kom ik deze kaars tegen. En in eerste instantie zou je denken, ja, nou ja, leuke kaars. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar er zitten dus sterretjes ingedrukt als het ware. Maar als je vanaf de bovenkant gaat kijken, dan zie je dus dat hij een soort van opgerold is. En dat geeft wel een heel gaaf effect. Kijk, op het moment dat je hem aansteekt is dat weg, dat weet ik. Maar als ik hem zo neerzet, vind ik dat wel een heel mooi effect. Omdat je dan van boven iets apart hebt. En aan de zijkant zitten die sterretjes er dan in. Dus ik vond deze kaars wel leuk. We moesten nieuwe kaars hebben. Dus die nam ik ook mee. En hetzelfde verhaal is eigenlijk gebeurd met deze kaars. Ook deze kaars vond ik hartstikke leuk. Er staat een soort van breipatroon op. En nou ja, aan de bovenkant is het niet echt bijzonder. Met een touwtje met een hartje eraan. Nou, grijs is eigenlijk een van onze kleuren hier in huis. We hebben veel grijs en veel bruin. Dus daar past deze mooi bij. Dus die ging ook met me mee. Dan kocht ik een heel standaard wit, ja, stomkaarsje dat volgens mij. Ik weet het niet zeker. Ja, niet zo bijzonder, maar ik vind dan wit tussen grijs, bruin en dat rosé goud of brons. Vind ik dat wel heel erg mooi staan. Dus die ging ook met me mee. En zo ook met deze stomkaars. Die is dan ietsje breder dan die andere. En op deze kaars staat een hele mooie afbeelding van een wolf. En dat vond ik wel heel erg gaaf. Hij zal er, ja, gewoon wel afbranden. Maar ik vind het voor nu, als ik hem zo neerzet, vind ik het wel tof. Is het gewoon net wat anders dan zo'n standaard witte kaars. En ik vond deze wel ook mooi qua grootte. Dan valt hij net wat onder die andere witte. Dus dan kan ik hem leuk op een schaal zetten. Dan heb ik ook deze grijze kaars, of eigenlijk een beetje grijs-blauwe kaars nog gekocht. En hier staat zo'n stempel op met Made with Love. Ja, ook die zal waarschijnlijk wel weer een keertje wegbranden. Maar ik vind het voor nu wel heel erg tof staan. Ook met alle andere spulletjes die ik heb gekocht. Dus het matcht allemaal wel leuk. En dan heb ik ook nog deze gekocht. En hier zitten allemaal glittertjes of steentjes op. Ik denk steentjes. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vind dit wel heel tof staan. Zo'n, ja, wat is het nou voor kleur, jongens? Is het nou brons, roze, rosé, goud? Nou ja, kies zelf maar. Ik vind hem in ieder geval leuk. En ook daar gaat weer gewoon een telegje in. Natuurlijk wel met een geurtje, want ik ben helemaal gek van geurtjes. Dus daar komt altijd wel een telegje in met een lekker geurtje. En het geldt ook voor deze. Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde kleurtje. Deze is iets grijziger. Maar hier staan dan boompjes doorheen eigenlijk. Die staan aan de binnenkant en die schijnen dus door dat grijs-rozige heen. En ik denk, ik weet het natuurlijk niet zeker, want ik heb hem nog niet open gehad. Of ik heb hem nog niet aangehad. Ik wou zeggen, ik heb hem nog niet open gehad. Maar ik denk dat dat wel een heel erg leuk effect geeft. Dus ook die komen weer netjes bij elkaar te staan. En ja, zo heb ik een beetje dingetjes geprobeerd te matchen. Dat het weer allemaal leuk in het huis staat. Want ja, we hebben allemaal maar een beetje dit en een beetje dat. En ik wil gewoon eens dat het allemaal een leuk samenhorend geheel wordt. En nou ja, ik hoop dat dat een beetje is gelukt. Laat me vooral weten welke spulletjes je het leukste vindt. En als je tips hebt voor mijn smashbook, linkjes naar, maakt niet uit. Laat het me weten, want ik wil heel graag beginnen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet beginnen. Dus mocht je tips hebben, laat ze achter. Als je nog niet meedoet met mijn winactie, ik geef echt een huge pakket weg van de Body Shop. En als je daar kans op wil maken, klik dan eventjes op het linkje in de omschrijving. Dan wordt alles verteld en wordt alles je uitgelegd. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en tot volgende week. Doeg!